Dit is Sparren met Boris. Een serie waarin Boris van der Vorst gaat sparren met bekende Nederlanders die inspiratie geven voor een gezonde en actieve levensstijl. Vandaag ga ik in gesprek met de beweeggoeroe van topsport in Nederland, Errol Essayas. In 2015 heeft deze oud-Nederlands-Surinaamse topatleet zijn eigen sportperformance centrum Rijnmond opgezet in Rotterdam-Zuid op een steenworp afstand van de Kuip. Waar hij samen met diverse topsporters zoals Robin van Persie en Kiki Bertens werkt aan hun fysieke topvorm. Hij zet zich niet alleen in voor de topsport in Nederland, maar besteedt ook aandacht aan de breedte sporters. En heeft met sportperformance centrum Rijnmond een uniek concept en locatie neergezet waarbij topsporters, ouderen, kinderen en mensen met een beperking worden samengebracht. Vandaag ga ik met hem sparren over gezondheid en beweging. Errol, dat waren een paar prachtige stoten die je gaf. Maar het boksen is niet helemaal je stijl, want ik zag hier beneden een hele mooie foto staan van jou als atleet. Dat is uiteindelijk echt je sportcarrière geweest. Ja, mijn grote liefde is ook atletiek. Ik kom uit de atletiek. Ik heb dat vanaf mijn achtste eigenlijk gedaan in Suriname. Ik kwam op mijn 12e naar Nederland. Toen een jaar of 5 gaan voetballen, want iedereen moet natuurlijk voetballen, hè, bij ons in de familie. En op mijn 17e ben ik weer met mijn grote liefde begonnen, atletiek. En kwam het eigenlijk omdat je niet zo goed kon voetballen? Of omdat je zo snel was? Nee, ik kon niet goed voetballen en ik was snel. Mijn vader was een sprinter, was in het voetbalveld, op het veld. En ik heb dat van hem overgenomen. Ja. Maar niet, ik kon jammer genoeg niet voetballen. Nee. En ben je als atleet ben jij doorgebroken? Hoe kun je iets over je carrière zeggen? Ja, als atleet ben ik veel te vroeg gestopt, want ik had een zware blessure. Dus ik had nog zoveel adrenaline in mijn lijf, vandaar dat ik dus heel vroeg, ik was 17, 18, werd ik al trainer. Dus dat is heel jong? Ja, dat is heel jong. Ja. Ik vond eigenlijk ook de leukste periode als trainer zijn en met kinderen werken. Dat is gewoon, daar zit dan gewoon alles in. Je kunt ze alles leren en daarna natuurlijk wel wat leuke successen behaald met voetballers, met atleten. 2 keer naar de Spelen mogen gaan met atleten in Beijing en in Londen. Heel veel van geleerd en bij clubs gewerkt, bij FC Dordrecht, bij Excelsior. Dus een leuke periode. En die drive als trainer, kwam die voort uit die mislukte sportcarrière? Kun je dat zo zeggen? Ja, dat zat altijd in me. Dat zei mijn moeder altijd, als kind had ik al zo'n drive. Ik wil altijd winnen, ik wil overal de beste in zijn. Dat zit in me. En die drive die heb je uiteindelijk in je trainerschap meegenomen? Ja, en ook als ondernemer. Ik werd 5 jaar geleden werd ik ondernemer. Besloot ik om te stoppen met mijn werk. Wat ik 38 jaar gedaan had, de laatste 20 jaar bij een woningcorporatie. In verschillende functies. En besloot ik gewoon als ondernemer te gaan starten. En een sportzaal te openen. Een sportcentrum wat je in Nederland niet ziet. Het is onvoorstelbaar wat je hier hebt neergezet. Maar daar wil ik zo meteen even, als je het goed vindt, komen we er zo even op terug. Ja. Maar wat ik wel belangrijk vind is dat je hebt, als trainer heb je enorm ontwikkeld. Je hebt volgens mij bij 2 of 3 bonden ook gezeten. Ja, ik heb bij de honkbalbond gezeten, ik heb bij de atletiekbond gezeten. En bij de tennisbond heb ik ook gezeten. Dus dat is voor mij een leuke ervaring. En wat met jouw sprintachtergrond, wat gaf je die sporters dan mee? Dus bij tennis en bij honkbal? Ja, het mooie van sprinten is dat je natuurlijk op snelheid gericht bent. Alles moet snel, alles moet bewegelijk. De sprinter moet bewegelijk zijn, die moet explosief zijn. En vandaar dat op een gegeven moment heel veel voetballers naar me toe kwamen. Want die wilden dat, die wilden sprinten. Het voetbal ging steeds sneller. Je moet steeds meer meters maken. En vandaar dat men naar me toe kwam. En zijn er nog specifieke kenmerken die je dan in je training legt? Die horen bij de methode Essayas? Ja, het is niet echt de methode Essayas hoor. Zo noem ik het. Noem het methode SPC Rijnmond. Er zijn er meerdere trainers die hier natuurlijk rondlopen. Ja. Maar wij focussen ons op movement. Focus on movement. Als je daarop focust, dan bereik je veel meer dan dat je op op kracht gaat oriënteren. Kun je dat nog iets nader uitleggen? Wat je bedoelt met focus on movement? Ja, movement is dat je, als je een sporter ziet, dat je moet focussen op zijn bewegelijkheid. Wordt hij bewegelijker, wordt hij beter. Wordt hij sneller, gaat hij meer kunnen presteren. Dus dat moet je met bewegelijkheid voor elkaar zien te krijgen. En kun je daarvan voorbeelden geven? Heb je het gevoel dat veel sporters in Nederland dat die te eenzijdig trainen? Ja, zeker. Men gaat natuurlijk heel vaak naar een krachthonk. Men gaat bankdrukken doen.
Maar je gaat alleen maar statisch kniebuigen doen. En dat zijn de varianten die ik hier dus niet wil. Alles wat wij hier doen, moet op een dynamische vorm uitgevoerd worden. Alles moet in beweging. Altijd zo snel mogelijk, wel gecontroleerd. En zo trainen wij hier. Maar in plaats bijvoorbeeld van het bankdrukken, wat doe je dan daarvoor in de plaats? Push-ups, optrekken, touwklimmen. Dat zijn veel natuurlijker vormen. Je pakt veel meer spiergroepen mee dan je alleen maar gaat bankdrukken. Hey, en als jij nou, laten we zeggen, in jouw eigen tijd als sporter op die manier nou getraind had, was je dan nog succesvoller geweest en had je geen blessures gehad? Ja, dat weet ik niet, want ik heb wel goede trainers gehad hoor. Maar ik dacht dat mijn lichaam, ik wilde te veel wat mijn lichaam aankon. Ja. Dus mijn hoofd was veel verder dan mijn hele body. Dus ik had mijn body meer specifieker moeten trainen. Om het aan te kunnen. Maar laten we zeggen, dan toch even om mijn vraag nog een keer te halen. Als jij meer variatie in je training had gelegd, dan was je misschien wel verder gekomen en had je minder blessures gehad. Ja, dat klopt. Ja, dat is misschien ook wel aardig, want het is ook de lering en vermaak, denk ik, van veel mensen die in Nederland die sporten. Hardlopers en andere sporters. Dat het misschien ten alle tijde gewoon heel erg goed is om gevarieerder te sporten. Ja, en vooral die basis. Je moet natuurlijk altijd aan die basis blijven werken. Je moet aan die vijf motorische grondeigenschap blijven werken. Je kracht, je snelheid, uithoudingsvermogen, coördinatie, lenigheid. Ik blijf het elke keer roepen. Als je in die range denkt, ga je veel presteren. Of ga je beter presteren. En zie je dan dat vaak bij sporters dat er één of twee of drie elementen uit die vijf componenten dat die verwaarloosd worden? Ja, als je bijvoorbeeld over een lange afstandloper praat, die doet niet veel met sprinten, die doet niet veel met gewichten. Die is veel met uithoudingsvermogen bezig. Ja. Als je een tennisser bekijkt, die gaat liever tennisser. Tennissen en voetballen gaat ook liever voetballen, maar de basis slaan ze altijd over. Ja, en de basis zijn die vijf componenten. Ja, die heb je nodig. Ja, elke sporter. Ja, en daar hameren wij hier ontzettend op, dat wij die dingen, en proberen ook die dingen in één training of in één oefening te verwerken. Dan pak je dat gelijk in één keer mee. Oh, dat is mooi, dat is heel mooi. Hey, en laten we zeggen, je hebt hier uiteindelijk, na een lange carrière als trainer, sporten, heb je een hele mooie locatie neergezet. Wat mij betreft een van de mooiste sportlocaties in Nederland. Ja, gewoon misschien wel de mooiste. In ieder geval hier de parel van Rotterdam-Zuid, hè, zoals we hem ook wel noemen. Laten we zeggen, wat zijn nou echt met name specifieke elementen die je hierin teruggebracht hebt, die je ook kan gebruiken in de training? Hoe kun je het een beetje beschrijven? Nou, wat wij hier hebben, we hebben een volledige tennisbaan. Niet om te tennissen, maar om de tennisspecifieke oefeningen na te doen. En ook voor voetballers om veel voetenwerkoefeningen te doen. We hebben een sprintbaan van 40 meter. Want je moet kunnen sprinten, je moet kunnen starten. Elke sporter, zowel een tennisser of een bokser of een voetballer, moet kunnen starten. De eerste 5 meter zijn zo belangrijk geworden. En daar hebben we alles voor in huis gehaald om dat te kunnen verbeteren. Ja. En laten we zeggen, ik zag zelfs een boksring. Je werkt ook met boksers? Ja, ik doe ook boksen. We doen ook veel boksen, omdat wij boksen een onderdeel vinden van de trainingen. Van zowel alle sporters, want het voordeel van boksen is, je wordt mentaal sterk door het boksen. Je krijgt klappen, je moet je weren, je moet... Incasseren. Je moet incasseren. Dus vandaar dat ik boksen een heel belangrijk onderdeel vind. Omdat ik zelf ook even gebokst heb, vond ik het belangrijk om daar een boksering te hebben. Ja. Dus je hebt een boksring, je hebt een tennisbaan, je hebt een hardloopbaan en je hebt een gedeelte waar je kracht erin kunt doen. En zelfs ons huidige boegbeeld bij het vrouwentennis, Kiki Bertens, heb je volgens mij ook hier laten boksen. Ja, Kiki is hier begonnen en ik vond het een belangrijk onderdeel voor haar. Puur een stukje mentaal, om haar mentaal sterker te maken, is boksen daar een mooi onderdeel van. Ja. Je kan niet alleen maar boksen of je kan niet alleen maar lopen of je kan niet alleen maar sprinten. Nee, dat ding is altijd een combinatie van. En kun je ook nog andere aansprekende voorbeelden geven van sporters die hier ook rondgelopen hebben? Zoals Kiki Bertens, die op deze manier ook begeleid hebben? Ja, we hebben Denzel Dumfries, die is van PSV, nu international, is 3 jaar geleden hier begonnen. En hij maakt gigantische stappen en die traint hier nog regelmatig. We hebben Edgar Davids, die woont officieel in Dubai. Die is hier zeker eens in de maand als hij in Nederland is. Komt hier trainen. We hebben Robin van Persie in het verleden bij mij getraind. En wij hebben het genoegen om Shaquille van Persie te begeleiden. Robin vindt het heel belangrijk dat wij hem gaan begeleiden naar een mooie carrière. Dat is zijn zoon? Ja, zijn zoontje van Robin. Is hij net zo technisch als zijn vader? Ik zeg dat hij beter is. Ik zit tegen Robin en Shaquille vind ik veel. Ik heb hem getraind bij Excelsior. Ja. Toen was hij een jaar of 8. Ja. Maar ik vind Shaquille beter.
Aardig om te horen. En dat, laten we zeggen, jouw appel hè, op die veelzijdigheid en in ieder geval die verschillende componenten die terug moeten komen in de training. Kreeg je daar ook voldoende ruimte voor binnen de sportbonden waar je gewerkt hebt? Ja, want je bent natuurlijk toch als trainer heb je toch de vrije hand om je ding te kunnen bepalen. Ja. Dat vind ik voor bij de tennisbond wel mooi, dat er natuurlijk een marge is waar je jezelf in kunt begeven. Ja, klopt. Ja, dat is mooi hè, dat in ieder geval die ruimte er is. Ja, er is ruimte. Ja. Hey, en wat ik me even afvroeg, hè, je beschrijft nu allemaal werk wat je met topsporters doet. Maar volgens mij ben je ook ontzettend actief ook voor andere doelgroepen hier. Ja, wij doen veel met mensen die een grote achterstand hebben tot de arbeidsmarkt. De reïntegratietrajecten. Ik vind het heel belangrijk om mensen daarop voor te bereiden, terug naar het werk. Wij doen het door middel van 10 geboden. Eén is dat mensen op tijd moeten komen. Nummer 10 is bijvoorbeeld dat ze zelfreflectie moeten hebben. Dat vind ik wel heel belangrijk. Hangen die ook ergens, die 10 geboden? Ja, die hangen beneden. Waarin staat dat je 100% inzet moet hebben. Dat je met veel passie je ding moet doen. En dat zie ik mezelf in terug. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Dat belichaam je ook? Ja, dat is heel belangrijk. Als je te laat komt, ja, dan werkt dat dus niet. Ja. Als je geen zelfreflectie hebt, dan werkt dat dus niet. Als je geen 100% inzet hebt in wat je doet, ja, dan moet je stoppen, want dan gaat het hem niet worden. Nee. En dat draag ik over op die mensen. We hebben mensen gehad die een flink aantal delicten gepleegd hebben. We hebben zelfs moordenaars. Maar mensen zijn veroordeeld. En dan moet je dat vergeten en dan moeten mensen weer een nieuwe kans krijgen. Ja. En die krijgen ze bij ons. En werk je daarin ook samen met de gemeente Rotterdam? Ja, we doen heel veel met werk en inkomen. Doen we onder andere. En met een aantal organisaties die klanten naar ons toesturen. En die mensen gaan wij begeleiden. We laten die mensen ook zien wat het is om overgewicht, wat te doen met overgewicht. We geven ze ook een training in lifestyle. Wat ze moeten eten, wat ze moeten drinken. Schijf van 5. Vergis je niet, mensen weten dat niet meer, hè? Nee. Wat basisvoeding is. Nee, dat kan me iets bij voorstellen. Ik denk ook die schijf van 5 in de loop der jaren ook wel een beetje veranderd, hè? Door nieuwe inzichten die er zijn. Ja, men noemt het verouderd, maar oké, maar dat is wel de basis. Net zoals die 5 motorische grondeigenschappen de basis zijn, is een schijf van 5 ook een basis. Maar wat betreft die motorische grondeigenschap misschien wel iets meer aan mijn lenigheid doen. Kun je iets bij voorstellen? Ik merk dat ik wat stijver begin te worden. Ja, klopt. Dat heeft misschien met de jaren te maken. Ja, naarmate je ouder wordt ga je de coördinatie achteruit en je lenigheid gaat achteruit. En daar moet je, tot je 50ste neemt kracht niet zo af. Maar daarna gaat het verliefelijk afnemen, maar je lenigheid, je snelheid, je uithouding gaat daar achteruit. Dus maar uiteindelijk willen we toch ons hele leven een tijger blijven? Ja, precies. Heb jij dat ook niet? Ja, en ik ga dat ook blijven, want ik blijf elke dag sporten. Ja. Ik vertelde je net, van ik had mijn opa die op zijn 84 nog steeds als een tijger uitzag. Hè? Goed afgetraind en een sterke oude bokser. Heb je ook zo'n voorbeeld in de familie? Ja, mijn vader, die is 85 geworden. Jammer genoeg heeft hij een hersenbloeding gekregen en daar kun je in principe weinig aan doen. Hij heeft daarna 2 maanden geleefd, maar mijn vader die trainde elke dag, was 2 uur onderweg. Dat vind ik echt mooi. Elke dag op de fiets, elke dag push-ups maken. Dat zijn toch de voorbeelden? Ja, dat is mijn voorbeeld. En die houden maar vast, vind je niet? Ja, vind ik ook. Dat is mooi. Hey, en hier in het Sport Performance Centrum Rijnmond belichaam je, zullen we zeggen, datgene wat je qua sport, hoe mensen moeten trainen hier. Hè? Wat zijn eigenlijk je hebt best een hoop dingen al bereikt de afgelopen jaren, maar wat zijn je plannen? Wat zou je nog meer willen gaan bereiken de komende jaren hier? Ja, ik ben nooit tevreden. Het is een goede en een slechte eigenschap, maar ik zie het meer als een goede eigenschap. Dit moet staan, mensen moeten dit kennen en ik heb liever dat men dit soort trajecten ook in andere steden gaat ontplooien. Want daar is heel veel behoefte aan. Wil je dat zelf ook gaan doen? Dat je zegt van ik wil een sportperformance centrum Amsterdam en Den Haag? Of? Nee, nog niet zo ver gedacht. Ik krijg wel wat veel verzoeken, mensen die dat dus willen. Maar dan moet je wel goede krachten hebben. Mensen die dus in diezelfde visie denken. Dat is natuurlijk wel moeilijk te vinden, die mensen. Werk je ook samen met partners hier binnen het sportperformance centrum? Ja, wij doen natuurlijk met Fysio Holland heel veel. Dat is wel een hele goede partner volgens mij. Ik vind dat we hele goede jongens hebben en dames die bij Fysio Holland werken, waar wij de trajecten samen in doen. Maar naast het topsport, want daar ben je eigenlijk mee begonnen, doe ik behalve reïntegratie waar ik mee stopte, doe ik veel bedrijven
En we doen burn-out klachten, dat doen we ook samen met de fysio. We doen check-ups, we doen met de bedrijfartsen. En dan heb je zo'n partner als Fysio Holland die ons ondersteunt bij deze trajecten. Want zij controleren het, zij gaan tot mensen weer redelijk fit zijn. Dan nemen wij het over en dan gaan wij met die mensen aan de gang. En andersom ook. Mooi zo'n wisselwerking. Ja. Ja. Hey, en laten we zeggen, je ziet Nederland op dit moment vergrijzen, steeds ouder worden. Die oudere doelgroep, moet die ook zo blijven trainen? Ja, die hebben wij hier ook. We hebben nu 85 senioren hebben wij hier rondlopen. Die dus op de maandagmiddag en de donderdagochtend en middag komen. En die mensen die trainen we ook op basis van die motorische grondeigenschappen. Ja. Bij die mensen is het heel belangrijk dat je met balans gaat werken. Op het moment dat je kan wel even met kracht gaan doen met die mensen of ze laten kniebuigen. Maar valtechnieken, als mensen op een bepaalde leeftijd vallen, heb je een grote kans dat ze wat breken. Ja. Dus wij leren ze hoe ze hun val moeten breken en stabiliteit leren we ze. En dat vind ik ook heel belangrijk. En aardig is om dan weer doelen aan te passen in plaats van 40 meter sprinten, dan 20 meter met de rollator zo goed mogelijk uit de voeten kunnen. Ja, we hebben op de vrijdag hebben wij mensen met een niet aangeboren hersenafwijking. Dus aanrijdingen, mishandelingen, te vroeg geboren en zelfs medische missers hebben wij hier. Dus hebben we hier eigenlijk 4 categorieën. En die mensen die vinden het geweldig, want ze kunnen hebben hier de ruimte. Als ze in een sportschool gaan, kunnen ze niet met een rolstoel of de ouderen met een rollator rondlopen. Hier kan dat dus wel. Hey, en nog even terug naar je carrière als trainer. Kun je nog een paar echte hoogtepunten opnoemen? Je zegt van, nou, dat vond ik echt fantastisch om als trainer mijn bijdrage geleverd te hebben. Nou, ik heb 2 keer de Olympische Spelen mogen meemaken in Beijing en in Londen. Beijing was de eerste keer. En in zo'n Olympisch dorp met zoveel toppers om je heen, ja, dat is een kick. Ja. Als je dat voelt, dan ben je klaar. Ik was niet echt specifiek in het Olympisch dorp, ik ben in Rio dan geweest. Ja. Maar wat jij beschrijft van zo'n Olympische Spelen met al die evenementen, sportevenementen, het was eigenlijk een van de mooiste weken van mijn leven. Ja, ja. Zo zie ik het zelf. Ja, tuurlijk. De Olympische Spelen is ook het mooiste. Ja. Je ziet zoveel verschillende sporters die echt vol gaan. Ja. Daar kan ik van kicken. Maar je hebt het nu met name over de entourage. Als je het dan hebt echt over een aansprekende sportprestatie die een pupil van jou geleverd heeft. Welke springt er dan voor jou echt uit? Ja, er zijn meerdere hoor. Ik kan niet eentje noemen. Ik ben met Raymond Sluiter eigenlijk als een van de eerste begonnen. Daar heb ik 16 jaar mee gewerkt en dat is geweldig. Het was een geweldige tijd. Grand Slams meegemaakt. Ahoy meegemaakt. Ik ben met Robert Lathouwers, de atleet, en Patrick van Luik ben ik 2 keer aan het spelen geweest. Ja, die hebben ook gigantische prestaties neergezet, Europese kampioenen geworden. Naar de WK geweest, finales gestaan. Dus dat zijn allemaal leuke ervaringen. Belangrijke zaak. Ja. Hey, en is er nog leven voor jou buiten sport? Ja, ja, zeker, zeker. Er valt heel veel te doen buiten sport. Ja? Maar ja, sport blijft natuurlijk toch nummer 1, omdat je daar natuurlijk toch, je kan je ei kwijt. Ja. Dat vind ik het mooie van sporten. Ja. Hey, en als jij zegt van mijn gouden tip voor anderen ook, hè, die gezond en actief willen blijven. Die moeten natuurlijk allemaal gewoon hier naar Sport Performance Center Rijnmond komen. Ja, sowieso. Maar als ze heel ver weg wonen in Groningen, wat kun je ze dan als advies geven? Ja, mijn advies is gewoon denk meer aan bewegen, focus on movement. Als je dat in je hoofd hebt, dat je gaat focussen op de bewegingen die er gemaakt worden. En niet blindelings als iedereen een abonnement nemen in een sportschool en dan je ding doen, dat is wel leuk hoor, maar daar ben je na een aantal weken. Ja, daar ben je. Maar als je gaat weer het verenigingsleven. Bij ons is het hier net een vereniging. Je bent in een boxgroep en ze hebben een appgroep. En als je er niet bent, krijg je een app van hey, waar ben je, waar blijf je? En dat vind ik het mooie van sporten, dat je elkaar leert. Je hebt een soort community creëren. Ja, ik spreek wel eens kinderen hier, die komen van bijvoorbeeld van Alberda. Mag ik een presentatie geven jaarlijks aan die kids? En dan vraag ik ze, wat voor sport doe je? En dan hoor je in koor, ik zit op fitness. Dan zeg ik, sorry, maar fitness is voor mij geen sport. Sport is voor mij of je zit bij een boksclub, of je zit een voetbalclub, of je zit tennisclub, waar je met elkaar dingen doet. Maar in een club gaan met koptelefoons op of met oordopjes, en dat sporten noemen, dat is voor mij geen sporten. En vooral ook omdat motorisch gezien weinig uitdagend is. Ja, klopt. In veel gevallen. Het is meer gezien en gezien worden. Ja. Ik zou tegen die mensen dus nogmaals zeggen, zoek een club op waar je dingen kunt doen. Ja.
En heb je nu binnen je eigen gezin of je eigen familie ook nog, laten we zeggen, mensen kunnen inspireren om sport op een goede manier op te pakken? Ja, bij ons is het een is een way of living in de familie. Als je Isaias hoort, dan kom ik op verjaardagen en dan was het mijn vader, was voetbal international van Suriname. En dan was het van, kan jij niet zo goed voetballen als je vader? Hoe kan het nou? Hoe kan het nou? Dan zei je, maar ik ben wel sneller. Ja, dat kon ik pas later. Maar als kind, je vader was natuurlijk hier, want hij was international. En iedereen vond mijn vader geweldig. Dus dan moest je meegaan om je vader te evenaren. Dat was voor mij altijd een drijf. Ja. Hey, en Suriname zelf, hè, dat ben je dan van origine afkomstig. Mis je dat nog? Heb je daar wel eens nog contact mee? Ga je er wel eens naartoe? Of hoe is die band? Ja, ik ben jaarlijks in Suriname. Ja. Ik ben nu bezig om waar ik in de wijk waar ik woon, om iets met de atletiekbaan te doen. Omdat ik daar zoveel kinderen zie rondlopen, nog steeds op blote voeten. Op zich is blote voeten helemaal geen kwaad hoor, want ik ben er ook niet aan dood gegaan. Maar je ziet de sportprestaties, als je de talenten daar ziet rondlopen, dan jeuken je handen. Ik denk, als er een goede atletiekbaan komt, dan ga je presteren, dan gaan ze presteren. Maar niet alleen maar de atleten, maar ook de mensen, of ook de senioren, ook de moeders, de huismoeders, die moeten daar ook allemaal terecht. Ja, mooi. Errol, ik mag je bedanken voor het prettige gesprek. Dank je. En op een mooie samenwerking samen. Ja, zeker. Bedankt voor het kijken en bekijk onze website voor meer informatie. Tot de volgende keer.